De leegstand in Wijchen blijft toenemen, wat al langere tijd zorgen oproept bij de politiek, inwoners en ondernemers. De gemeente komt met oplossingen, zoals het verkleinen van het centrum, zodat de kern van Wijchen zijn gezelligheid behoudt. Er is besloten dat de panden in de uitlopende stukken een andere bestemming mogen krijgen. En dus ook appartementen mogen zijn. Dus dat we het centrum wat bondiger maken met elkaar. En dat we die leegstand op een andere manier gaan vullen. In de kern van het centrum willen we niet naar wonen toe, maar in de uitlopers wel. Dus dat is de luxe die we hebben. Dat we dus makkelijk wat breder kunnen bestemmen. Maar ja, wat je zou willen is die zorgen die er nu zijn. Want het is best wel een hot item in het Wijchse. Dat je die gewoon weg kan nemen door te laten zien hoe mooi en hoe bruisend ons centrum is. En daarom vroegen wij het winkelend publiek naar deze zorgen. Merk je dat er steeds meer leegstand is in Wijchen? Ja, je ziet het om je heen. Hè? Er is heel veel leeg. Ik vind het niks. Maar ja, de vierkante meterprijs is veel zo hoog in Wijchen. Als ik heel eerlijk ben, nee. Want ik woon zelf in Brabant, net over de brug. En daar zijn helemaal geen winkels. Dus ik vind eigenlijk dat hier nog best wel wat winkels zijn. Ja, er staan inderdaad wel een paar winkels leeg, ja. Nou, best wel jammer, want er zijn best wel veel leuke winkels en die gaan dan steeds meer weg. En dan moet je naar andere plaatsen toe om die dingen te kopen. Naast het bondiger maken van het centrum is de gemeente ook benieuwd naar de ideeën van betrokkenen. In het voorjaar van 2025 een congres gaan organiseren waar ondernemers, pandeigenaren, maar ook gebruikers bij elkaar gebracht worden om te kijken, goh, hoe willen we ons centrum zien en wat zijn de tips en tools die jullie ons mee willen geven? De gemeente wil voorkomen dat het winkelend publiek naar andere plaatsen gaat en zet daarom financieel in om de situatie te verbeteren. We hebben daar ook financiële impulsen aangegeven om het centrum aantrekkelijk te houden. Want het is al aantrekkelijk, dat willen we graag zo houden. Dat hebben we gedaan door vergroening bijvoorbeeld, maar ook door de evenementen die we hier plaats laten vinden, zodat mensen wel naar Wijchen blijven komen. En we hebben dan ook gevraagd aan het winkelend publiek of zij Wijchen zouden inruilen. Is het voor u ook een reden om bijvoorbeeld naar de stad te gaan of naar andere dorpen? Nee hoor, nee. Nee, weet je, hier pak ik lekker de fiets en ik zet hem hier neer en doe mijn boodschappen. Op zich is Wijchen vrij compleet qua winkels, vind ik zelf. Ja. Nee, absoluut niet. Nee, want het is overal hetzelfde liedje en Wijchen heeft bijna alles. Nog niet. Het is nog, er is nog genoeg open. Maar ja, je merkt wel hoe vandaar leegstand werkt.